Engagement. Dan maar naar. Een soort engagement. Ja. Ja. Maar ook daar zit een enorme power in. Het zijn ook niet de bevallige, verleidelijke naakten die we ook kennen uit de kunst. Rubens en zo en zijn konijnen, dat was functioneel, dat was porno voor de welgestelde. Ja. Misschien was porno uitsluitend voor de welgestelde trouwens, toen, maar goed, dat weet ik niet. Dat zijn hele erotische schilderijen. Denk je, alle... En die functie heeft de kunst niet meer. Daar heb je een website voor, schijnt. Dus als ik een naakt schilder, dan wil ik daar toch iets van onbehagen. Ik wil dat niet, ik wil niet te veel pleasen met naakte. Want het is al zo plezant. Weet je, ik hoef niet te vertellen, mooi hè, lekker ding. Daar ga ik niet over. Ja. En als je dan een man naakt schildert, een stukje ervan, dan doe je het wel. Ja, nee, dan ga ik ook wel all the way, ja. Snel. Ja. Ik vraag veel van mijn modellen en die geven ze allemaal bloot. Ja. Dus ik dacht, nou, niet dat kinderachtige. Nee. Dan ga ik ook maar in een roze peignoir. Ja. Je hebt jezelf zo aangetroffen en je dacht, ja, zo'n portret moet het dan maar zijn. Ja, het heeft iets ontzettend lulligs. Zo letterlijk. Ja. Ja, ik weet niet, het zijn legio zelfportretten van kunstenaars die zichzelf heel zelfbewust in een spiegel aankijken. Ja. Misschien ben ik even niemand te binnen, maar het stikt ervan. Ik heb ze, toen ik 20 was, heb ik ook heel veel van die portretten gemaakt. Dat je de spiegel naast je doek hebt, dat je zo'n beetje zelfbewust, ik ga het maken. Ja. Ja, mijn eigen portretten, ik kan er niet meer naar kijken. Ik vind het gênant. Dat is ook wel weer schattig. Ach, moet ik niets moeilijk doen. Maar dat zelfbewuste, arrogante. Ja, dat vind ik van anderen leuk, maar voor mezelf vind ik het niet leuk. Dat vind ik het bevredigende om mezelf zo lullig mogelijk af te beelden. Ja. Freud heeft ook zo mooi gedaan, hè? Ja. Is het blote togens met alleen schoenen aan en een kwastje in de hand. Ja. Prachtig, dit is het. Ja. Maar ook omdat het de blik van onderen is, dan kijk je natuurlijk altijd zo tegen die kin aan. Hè? Ja, actrices op leeftijd willen ze ook altijd een beetje van bovenaf gefotografeerd hebben. Dan valt die kind weg. Ja, dat is een behoorlijk... Ik pas het zelf ook toe hoor. Dus, die burger aan het ontstaan hier. Ja, ja. Hé, hey, en over de acteurs. Druk je daarmee de persoonlijkheid van de mens uit? Of zeg je iets over het acteren? Dat zeg ik eigenlijk niet. Nee, ik bedoel, dat is precies waar het over gaat. Ja. Want ik schilder ze niet in een rol. Ik schilder ze niet als Hamlet met een schedel of wat dan ook. Maar ik zet ze wel zo neer dat ze met een verhaal bezig zijn. Alleen ik bepaal welk verhaal dat is. En ik nodig ze uit om dat in te koppen. Mm-hmm. Ik zeg ze dat ik ga in deze setting schilderen. Ik zeg niet waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat en wat je daarvan vindt. Vul het maar in. Zo ben ik te werk gegaan. Ja. Ja. De oudste dames die dat is deze hier. Ik heb hem verteld dat ik een hotelkamer wilde schilderen. Een beetje geïnspireerd op Edward Hopper. Mm-hmm. Mooi portret. Vrouw met een brief op bed. Koffers naar zijn hotelkamer. En je zit daar in een hotelkamer met je telefoon in je hand. Dus ik heb niet gezegd van je bent niet gebeld in je meisje en het is uit of je moeder is dood. Of ik, niet verteld, maar hij is acteur, dus van daaruit neemt hij het verder. Ja. En dat is dan een sessie, een fotosessie? Ja. Dat je tientallen, honderden foto's maakt, waarbij Aus dus toch min of meer een rol speelt. Ja, ja. Ja. En waarin ik geef hem de setting aan. En hij kopte hem in, zeg maar. Ja. Hij kreeg tijdens het poseren kreeg hij ook iets huilerigs in zijn gezicht. Nou, dat vond ik heel mooi. Ja, ja. Ik weet niet waar het vandaan kwam, dat heb ik ook niet gevraagd. Maar hij werd ontroerd op de een of andere manier. Mm-hmm. Ja, dat paste er heel mooi bij. Inleving, dus? Ja, ja. Ja. Een stukje Grodowski. Ja. Ja. Nou, je hebt mij ook verteld hoe dat schilderij van Jeroen Willems tot stand is gekomen. En dat had ook met persoonlijke omstandigheden te maken. Ja. Waar hij zich even voor moest hernemen. Het was een uiterst
ongemakkelijke situatie. Ja. En, relatie uit, gestopt met roken, net ziek geweest. Dus ik dacht, dat wordt helemaal niks. En dan is een van de grootste acteurs van Nederland, die zit dan bij je thuis. En het werkt niet, het is pijnlijk, het is vervelend. Dus ik gaf een boek van Lucian Freud. Zo van, ja, dit vind ik nou mooi. Maar ik gaf hem als cadeautje. En ik begon te bladeren. En toen zag je een schilderijtje van een klein kopje met een vrouw met gesloten ogen. En ik gooide het boek weg en pakte een stoel en gaat zo zitten. Heel diep zuchtend. Zo ging hij zitten. En toen ben ik aan het fotograferen geslagen als een dolle. Ja. En dat was het. Ja. Klaar. Het was heel mooi. Was heel aandoenlijk. Ja. Nu gaf je net even aan bij het schilderij van Australanus van dat je Edward Hopper als een inspiratiebron daarvoor gebruikte. Of als een aanleiding misschien, of een referentie. Ja. Geldt dat ook voor die andere schilderijen? Want als ik naar Frida Pitoors kijk, dan moet ik toch aan Pijker Koch denken bijvoorbeeld. Ja, maar ze heeft zo'n ontzettende Pijker Koch kop. Ja. En hoe je haar ook schildert. Ja, maar het heeft ook te maken met dat half duister en de belichting, ja, en die schaduw. Ja. Inderdaad, dan dat hoofd en wat ik altijd zeg, ja, die mond als een zweep. Ja, prachtig gezegd, een mond als een zweep. Heb je dan wel eens horen praten, Frida Pitoors? Die scheve bek. Oh, prachtige, ja, uitdrukking, een mond als, ja, een zweep. Dus dan denk ik van, dat is toch magisch realisme wat je daar als inspiratiebron of als referentie, ja, bij, nee, hebt. Ja, ik vind het heel goed. Ik heb zeker aan Pijker Koch gedacht. Pijker Koch gebruikt vaak toplicht, dit soort erbarmloos licht. Ik heb het een beetje van onder juist gekozen, een beetje theatraal te houden. Ja. Maar ik ging bij haar uit wel van de enorme power die vrouw heeft. Mm-hmm. Het is een kleine, tengere vrouw, heel bescheiden, een zachte stem. Helemaal. Maar haar eerste optreden, of de eerste keer dat ik haar bewust zag, was in een stuk van Hugo Clausen met Siers in de Stadsgebeur. Het podium van de Stadsgebeur was heel diep, 20 mensen. Ze kwam oplopen in een soort boerenkiel met rubberen laarzen. Ze was de moeder van zo'n asociale, incestueuze, vieze, stinkende, gore familie. Echt, ja, afschuwelijk. En zij was het hoofd van die familie. En ze komt van achter op het podium naar voren lopen. Ding, ding, grote stappen. En ik voelde gewoon de zaal, de hele zaal, naar achteren deinsen. Echt zo'n hele zaal, niet verder. En zij met een blik, een dodelijke blik, massief liep ze de tunnel. Jezus Christus. Ja. Indrukwekkend. Ja. Kleine, lieve, bescheiden vrouwtje. Ja. Nou, ik dacht, daar moet ik wat mee doen. Dat is dan weer de magie van het theater. Ja. 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 En iets daarvan wilde je natuurlijk in dat schilderij. Ja. Zowel het dreigende, het enorme dreigende potentieel wat ze heeft, maar tegelijkertijd een heel zachtaardig, ja, ja, lief gezicht. Mm-hmm. Ik vind zelf dat het wel gelukt is, dat het er allebei in zit. Ja. Haar houding. Precies, is dreigend en kordaat, maar gezicht vertelt iets anders. Ja. En dat is, daarom vind ik het ook zo belangrijk, zo leuk, om mensen helemaal te portretteren. Ja. Het is me één keer per ongeluk gelukt om alleen een kop te schilderen die goed uitpakt. Ik kan het helemaal niet goed. Ik vind het vreselijk moeilijk. Ja. Het is een enorm verschil wanneer je iemand schildert, alleen een kop, of iemand zit zo. Iemand zit zo, weet je, dit vertelt, dit is ook een portret. Dit is net zo belangrijk als een neus. Ja. Het hele lichaam en de verhoudingen tussen de verschillende onderdelen daarvan. Ja. De eenheid die ze samen vormen. Precies. Ik registreer, ja, niet alleen jouw neus. Nee. Of wat je zegt, maar ik registreer alles. Zo, ja, dat is, zo recreëer ik. Een gek woord. Zo. Ja. Hey. Ja. Zo herschep ik dan, ja, zeg maar, de beleving van een individu, van een model. Mm-hmm. En dat is te weinig als ik door een gaatje kijk. Ja. Het heeft niks met de werkelijkheid te maken. Kun je misschien nog even vertellen over dat schilderij van Bert Lukkers? Want dat heeft ook wel een beetje Edward Hopper-achtige atmosfeer. Maar... Ja, het zit meer in de kleuren. Ik denk dat het groen en het geel is, dat het Hopperiaans is. Dat is het. Ja, ik weet niet zo goed eigenlijk wat daar. Nou ja, dat was wel grappig. Wat wel leuk is, dat hij kwam op bezoek bij mij om te poseren. En hij zag er echt niet uit. Hij had een hele grappige, leuke man, maar echt een heel showvol jasje.
Dus ik vroeg, Bert, heb je niet... Denk je niet van, ik ga te plaat, ik moet er een beetje leuk uitzien. Maar toen begon hij zich te schamen. Hij zei van, ja, sorry, ik ochtends kijk, pak ik iets uit de kast en ik kijk niet wat het is. Nee. En dat meent hij oprecht, het zit hem geen moer. Toen dacht ik, nou, dan ga ik hem voor een etalage eruit schilderen van een kledingwinkel. Ja. En die helm onder zijn arm, was hij ook op de motor? Of? Nee, zijn motor was stuk, hij was ook een beetje bedroefd. Dus hij had een motorjack aan, maar hij was met de auto. Midlife, wat is dit? Maar hij had die helm dus ook niet bij zich. Hij had die helm niet bij zich, dus, maar hij pakte een emmer uit mijn atelier en deed die emmer erop. En die kan je wel een helm van maken, hè? Ja. Dus zo ging hij staan met die emmer onder zijn arm. Hij wilde per se met als motorman op het schilderij. Ja. Heel grappig. Het zou ook wel mooi geweest zijn als je hem gewoon met die emmer onder zijn arm had geschilderd. Ja, hè? Ja. Precies, ja. Zo moest het toch, Ben? Ja, en, dat heb ik dan weer net niet. Ja, dat weet ik. Dat portret van Tjitske Jansen, dat is dan geen actrice? Nee. En hoe kwam dat dan tot stand? Een vriend van mij is componist en die had wat liederen gecomponeerd op tekst, basis van haar teksten. En daar ging ik naar luisteren in Perdu. En daar was Tjitske Jansen was er ook bij en die droeg af en toe nog een gedichtje voor. En als ze niks voordroeg, dan ging ze zo zitten luisteren. Ik dacht, dat ziet er heel geposeerd uit, maar ja, bij haar was het had iets stijfs en toch iets, ja, zo zit ik nou eenmaal. Sommige mensen zitten wel eenmaal gek, blijkbaar. En ik vond het zo'n aandoenlijke manier van zitten. En een ontzettend goede dichteres, echt heel erg goed. Ook, er zit iets gewoons in haar taal. Tegelijkertijd openen zich deuren naar associaties. Ja. Fantastisch. Zonder dikdoenerij. Maar die houding, dat is wel belangrijk. Want je zei net, ik schilder mensen de voeten uit. Ja. En alles doet mee. En je hebt een aantal schilderijen gemaakt met hele specifieke houdingen. En Tjitske is daar een voorbeeld van. Maar ook de witte broek. Ja. Ja, dat is ook zo'n eigenaardige houding van het hele lichaam. Ja. Nou, misschien iets binnen. Als je van Tjitske Jansen dat schilderij, als je alleen je kop zou zien, dan denk je van, dat is een vrouw met een... Dat is een heel lief...